Elisabeth Kounadidous. Zij is mede-eigenaresse van het prachtig Grieks restaurant Rhodos. Elisabeth, ja, een hele verandering. Hè? Want jullie zaten eerst in de Sint-Anna-straat en nu hier eigenlijk op het Ridderplein. Waar die keuze? Waarom de keuze? We hebben terras hierbij, dat is een belangrijk iets. En het was al heel lang onze droom om echt van vooraf aan onze eigen zaak op te bouwen. En ja... Ja, dit is het, modern en traditioneel in één, voor iedereen. Wat is er veranderd? Vooral de interieur is er veranderd, maar de rest is hetzelfde gebleven. Wij zijn hetzelfde gebleven, het eten is hetzelfde gebleven, kwaliteit is hetzelfde gebleven. Alleen een nieuwe sfeer, ook open voor ander soort doelgroep. En dan denk ik aan welke doelgroep? Misschien meer zakenmensen of jonge mensen die in wat hippere tenten willen komen dan de traditionele Griekse restaurants. Ik heb even gekeken naar de wanden, want jullie hebben eigenlijk de oude muren weer naar voren laten komen, begreep ik. Ja, nee, dit stond er al toen wij het overnamen van de vorige eigenaresse. En er zijn hele oude muren, heeft meneer Rotten mij geïnformeerd. En dat hebben we zo gehouden, dat net een effect heeft van een Grieks oude dorpje. En zo willen we het ook zien, het restaurant. Ik hoorde jou zojuist samen met je ouders zeggen, tranen gelachen en gehuild. Heeft dat allemaal met de verbouwing te maken? Maar ook enorme druk. Ja, druk ook van familie, van onszelf vooral, van de gasten. Waar blijven jullie? Wanneer is het open? Veel keuzes moeten maken. Nog één vraagje. Hoe zeg je nou gefeliciteerd in het Grieks? Chronia pola.